is Soleimani, daar is Soleimani. En jawel, jawel, Mounir El Hamdoui schiet Ajax naar de Champions League. Dat kan haast niet meer misgaan. Alles rolt nu wel heel erg die kant op. El Hamdoui, stond die niet buitenspel? Nee, zegt de man met een vlag. En Feyenoord moet zich daarbij neerleggen. El Hamdoui moet scoren. Ja, en doet het. Geef hem de kans. En hij scoort. El Hamdoui kan deze bal erin houden of deze bal erin kan. Suarez. Voorbij Nesta. Suarez. El Hamdoui. Uit de draai. In het dak van het doel. Josefsson. Mooie actie. El Hamdoui. Ook een mooie actie. Een hele mooie actie. Ajax staat in de 13e minuut op voorsprong. Hier de combinatie, Suarez 1-2, El Hamdoui, onpas voorheen en oh, hij maakt hem weer verschrikkelijk mooi. Hij kan helemaal geen lelijke doelpunten maken, Mounir El Hamdoui. En waarom zou je ook als je ze zo kunt maken? Suarez, daar komt Soleimani, daar is El Hamdoui. Oh, wat is dat een mooi doelpunt zeg. Terouwraar een metertje naar voren, Terouwraar geklopt. Eno probeert daar Suarez te raken. El Hamdoui! El Hamdoui! El Hamdoui! El Hamdoui. Wat een fantastische techniek. Suarez legt hem goed neer en dit is een fantastisch doelpunt. En weer ziet hij het. Suarez legt hem al vallend neer en El Hamdoui heeft het alweer gezien. Maar ja, tussen zien en doen, daar zit voor veel voetballers een wereld van verschil.